In juli 2014 vertrokken 11 reizigers vanuit een afgelegen tentenkamp ter wildernis van de Pyreneeën in. In volkomen onwetendheid over de gevaren van de natuur begonnen zij hun reis. En dwars door de koude, onherbergzame toppen van het Franse hoogland zou leiden. Gewapend met bergschoenen, rugzakken, wandelstokken en 20 broden, zochten zij een weg naar de top, zich ervan bewust dat een kleine fout fataal zou zijn voor de afloop van dit avontuur. Change. Tonight.
tonight's the kind of night where everything could change. And tonight.